altijd, hè? Aha. Maar ja, je kan niet met alles mee gaan lopen natuurlijk. Dus ik vind gewoon jullie samen horen en dat jullie samen strijden voor iets, vind ik gewoon helemaal tof. Als dit al de criminelen zijn, nou dan weet je al hoe ver het gaat, hè? Geen criminelen. Ik vind het wel goed dat ze gaan demonstreren. Bokkraken moet er recht blijven, in Nijmegen zeker. Wij zijn de laatste zeg maar, stad waar het nog kan, samen met Amsterdam, denk ik. Ik zou het jammer vinden als dat zou verdwijnen. Dus ik denk zinvol kraken moet blijven. Moet kunnen, hè? Beter dan een leegstand van kantoren. Oh, dat vind ik niet goed. Gelukkig ben ik niet dakloos, dus ik denk dat ik in dezelfde situatie misschien ook wel had gekraakt als het nodig is. Ik vind kraken helemaal goed. Het moet doorgaan, ja, dat sowieso. Omdat het leegstand niet goed is. Kort en huis wordt door het kraken verminderd. En dat is belangrijk. Mensen moeten dak boven hun hoofd hebben en mensen moeten beschermd worden. Deze maatschappij, voor iedere maatschappij, want leegstand moet gewoon tegengegaan worden. Er staan zoveel kantoren en huizen leeg dat je je afvraagt waarom. Is alles dan het bezit van de grote kapitalisten en van de staat? Ik denk dat, dat kraken een symbool is van de eigen burgerlijke verantwoordelijkheid. En dat je samen een maatschappij maakt die, ja, die om elkaar geeft, waar mensen contact met elkaar maken. En bezig zijn om iets moois te creëren. En ik denk dat daarom alleen al in de kraakbewegingen zoveel cultureel en kunstzinnig besef en sociaal besef aanwezig. Daar moet je uit putten en daar moet je gebruik van maken als maatschappij, zeker als overheid. Ja goed, en dan nog eens niet gesproken over het hele verhaal dat mensen steeds makkelijker, steeds vaker en steeds sneller ook op straat terechtkomen, wat absoluut belachelijk is. En daar moet je als overheid moet je dan kunnen zeggen, oké, wij nemen onze verantwoordelijkheid en wij zorgen dat kraken gewoon door kan gaan. En misschien op een andere manier, maar dat het doorgaat, dat staat vast, dat moet. Ronduit belachelijk. Je hebt als overheid een bepaalde verantwoordelijkheid naar jouw mensen toe, naar jouw burgers toe. Krakers zijn bereid om die verantwoordelijkheid mede te dragen, om samen te werken aan een mooie maatschappij. En als je daar als overheid niet naar luistert, dan denk ik dat je de plank misslaat. Dus het is belachelijk als je kraken een verbod oplegt. En als je wil dat het anders gaat, oké, dan moet je daar beleid op maken. Maar je kunt niet zomaar tegen mensen zeggen, jongens, deze panden, alles is van ons en jullie hebben daar niks mee te maken. Zo simpel is het niet. Dat is te kort door de bocht en te simpel gedacht. Ik heb zelf 25 jaar als conciërge bij de HBO gewerkt. Dus ik heb het allemaal meegemaakt.
zijn het allemaal voor mij nog 35, 30 jaar terug. Dus ik weet precies wat allemaal speelt een beetje. Van de ene kant hebben ze gelijk en van de andere kant zeg ik ja, de gemeente moet het pand niet lang leeg laten staan. Dat is gewoon, en dan krijg je dit soort dingen, anders is het helemaal niet nodig. Als we zorgen dat de studenten woonruimte krijgen, dan is er niks aan de hand. Dan komt het allemaal voor elkaar. Maar hier is de gemeente een beetje schuld aan. Dat zeg ik eerlijk, ze moeten panden, kijk je kunt niet zomaar van een ander een pand kraken die van een ander is. Als je te lang leeg staat, te lang als 3 maanden leeg staat, moet je gewoon, ja dan heb ik deze niet kraken. Dat moet niet hebben. Maar dan moet iedereen voor zich uitmaken. Ik wens jullie succes. Ze willen kraken, is goed. Ja, als panden of huizen leeg staan, weet je wel, ja, dan is het goed als het bewoond blijft. In ieder geval een beetje mensen erin zetten. Ik vind het fantastisch, je moet gewoon lekker doorgaan, ja. Zeker. Aha. Ik sta er helemaal achter. Nou, voor mij hoeft het niet zo. Laat maar lekker gewoon doorgaan, gewoon kraken. Nou, ik vind het wel een goed standpunt eigenlijk met al die nare regeltjes in Nederland. Betaalt al genoeg voor de belasting shit en weet ik wat allemaal toch. Ga vooral zo door. Nou nee, ik zie dat absoluut niet zo. De overheid, ja ik heb ook niet zoveel met de overheid, maar ja we hebben er wel mee te maken in Nederland. Mm-hmm. Liberaal Nederland, nou echt niet. Wordt steeds gekker hier. Nee, ik ben er gewoon voor. En ze kunnen het echt niet allemaal aanpakken hoor, dus ga lekker door zo, zou ik Aha. zeggen. Hoe is die handen? We hebben kerstmis. Er zijn anti-hypocrisie van de ChristenUnie en de CDA. Zelf hebben ze tonnen op de bankrekening en dan moeten alle arme mensen hun huis uit. Hartstikke hypocriet. Zeker weten. Tuurlijk, Jezus houdt van iedereen. Ik ben zelf een christelijke kraker. En ik heb zelf een gebedsgenezingspraktijk in een kraakpand. En dan zou dat ook weg moeten dan. Dus dat is wel heel hypocriet. Nee, merk ik vrij staan. Leegstand verboden. Ik vind het heel goed dat ze protesteren vandaag. Kraakverbod vind ik niet goed. Nee, daar ben ik absoluut op tegen. Ik vind dat de situatie nog steeds zo is op de woningmarkt. Dat niet iedereen ruimte heeft om te leven zoals hij wil. En dat kan niet, vind ik. Terwijl er veel misstanden zijn ook op de woningmarkt. Dus ja, ik vind zolang dat niet rechtgetrokken is, moet er wat gebeuren. En krakers doen dat op hun manier. En ik ben het er niet altijd mee eens, maar ik vind wel, ze doen in ieder geval wat. En daar ben ik positief over. Laat maar. Iedereen moet vrij zijn, toch? Aha. Dat is belangrijk. Wij leven in vrij land. Ik vind kraken helemaal geweldig. Ich verstehe, ich bin Deutscher. Mij mag het gewoon. Als er niks met een pand gedaan moet worden, dan kun je net zo goed in gaan zitten.
een mooie optocht in ieder geval. Voor mij mag het doorgaan. Prima, ik bedoel, ik ben zelf in de beweging. No problem. De leegstand is slecht, dus moet gebruikt worden, hè, die woningen. Groot gelijk. Ja, super jongen, fijne dag. Aankondigen zodat de politie door de krakers verrast zullen worden. Daar heb ik een vrij neutrale mening over. Aha. Ik begrijp best dat ze hun best doen. Aha. Maar ja, het kan ook wel eens de verkeerde kant uitgaan. Hè? Ja, ik vind wel dat het aan banden gelegd moet worden, maar je moet het met een zekere mate doen, hè? En gelijkmatig. Je kunt niet van de ene op de andere dag dat doen. Maar dat je op de duur weer naar een normale maatschappij komt, dat vind ik wel, ja. Maar ga niet van de ene dag op de andere. Ik wil weten hoeveel geld die staat. En wij maar bezuinigen. Ja, of niet? Ik zeg, weet je hoeveel belastinggeld die staat? En het kabinet maar bezuinigen op ons. Maar ja, ik ken allemaal. Maar dat is wel aan de belastinggeld wat de burgers in moet leveren, of niet? Ja, het is toch zo? Ze kunnen beter naar huis te gaan. En ze veel meer te doen, of niet? Ja, het is toch zo? Ze moeten op een gegeven moment leegstaande panden. Moet ze gewoon benutten voor de bewoners die geen huis hebben. Of niet? Ja, dat is toch zo? En dan heb je een gesodemieter niet hier ook. Of niet? Ja, het is zo. Ja. Het is toch zo? Kloot dan wel. Ik weet wat het kost. Het gaat verrekenen. En de normale arbeiders die kunnen het niet meer verdienen. Het wordt gekort en zo. Moet kijken, al die mensen willen allemaal op tafel worden. Weet je waarvan? Van onze centen. Laat ze godverdomme ergens anders gaan klooien. De bekeuringen worden ook steeds duurder. Ja, alles wordt duurder. Het zijn de grootste oproepkraaiers. Of niet?